Yo, ik ben Chesto en als je op deze video op dit moment kijkt, is het 1 januari of 31 december. Ik heb geen idee wanneer je deze video natuurlijk kijkt. Ik neem het natuurlijk op voor 31 december, want ik wil jullie eventjes een heel gelukkig nieuwjaar wensen natuurlijk. Je hoort misschien al het vuurwerk afgaan, want ik ben op dit moment dit aan het opnemen. Het is 30 december, dus morgen is het oud en nieuw. En als je deze video kijkt vandaag, of het was de dag gisteren, dan is het nieuwjaarsdag. Maar om daar even helemaal niet over te hebben, ik wil jullie eventjes allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wil jullie eventjes bedanken voor dit jaar, hoe awesome het was voor mij. Ik heb de 1000 abonnees gehaald. Ik heb zelfs de 2000 abonnees gehaald. En hoe het nu doorgaat, gaan we zelfs gewoon de 2200 halen binnen no time gewoon. Daarom wil ik jullie even heel erg bedanken. Vandaar ook deze video. Kijk natuurlijk wel even goed uit met vuurwerk, want anders kan je je controlelaar niet meer beet houden. Kan jij mijn vriend misschien je muis en keyboard niet meer goed beet houden. Dus kijk gewoon even uit, weet je. Voor de rest, ik hoop dat jullie echt een hele fijne jaar willen hebben. Ik hoop dat jullie dromen ook uit gaan komen natuurlijk in het nieuwe jaar. En zoals ik al had gezegd op Twitter, hoop ik dat volgend jaar, of dit jaar, ligt eraan wanneer deze video kijkt, klinkt eraan natuurlijk. Hoop ik de 10k te hebben. Dus op 30 december 2016, dat is dan op een vrijdag, dat is morgens donderdag, hoop ik de 10k te hebben. Dus jongens, als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan. Dan helpt natuurlijk aan mijn droom natuurlijk. Maar nee jongens, echt. Zelf heb ik niet al te veel vuurwerk, want ik heb een beetje geld bespaard om dingetjes te kopen. Zoals ik een nieuwe, ik moet nog een softbox erbij halen. Zoals jullie weten krijg ik één deze dagen met Dark Controller binnen, dus die moest ik kopen. En verder rest niet meer iets heel erg. Ik probeer vuurwerk hier achter me te teleporteren, of hoe je dat zegt. Ik weet niet of het gelukt, dat zie je wel in de video. Maar ja, zoals ik natuurlijk al zei, kijk uit met vuurwerk. Ik hoop dat jullie dromen uitkomen natuurlijk in het nieuwe jaar. Mijn droom is sowieso uitgekomen. Dat is al in augustus gebeurd, namelijk de 1000 abonnees behalen. Dat is toen al gelukt. En verder rest, ja, voor de rest is alles gewoon gelukt, weet je. Dus ik wil jullie daar gewoon heel erg bedanken. Voor iedereen die geabonneerd is op dit moment. Voor alle mensen die nu ook abonneren. Super dank natuurlijk. Ik heb ook gewoon 2 weken lang volgehouden. Bijna, het is nog niet afgelopen. Maar ik heb het ook bijna 2 weken lang volgehouden om 3 video's per dag te uploaden. Dus dat vind ik zelf ook al fucking insane. Drop even een like daarom op deze video. Laat even weten hoe jullie het vonden dat ik 3 video's per dag upload. Vanaf maandag 4 januari upload ik weer 1 video per dag. Want dan begint school weer. Dan moet ik weer grinden met leren, et cetera. Maar vanaf 6 januari kan ik hopelijk livestreamen. Dus we gaan echt knallend het nieuwe jaar in. Gewoon vanaf de eerste week al. In januari ga ik proberen als Ziggo meewerkt te livestreamen voor jullie. Laat even in de comments weten of je daar fucking veel zin in hebt. Ik wel natuurlijk. Overlezen gefixt. Alles is gefixt. En daar gaat echt super mooi vuurwerk af, jongen. Ik weet niet of je een klap hoorde, maar hij was fucking mooi. Ik heb mijn raam ook open staan daar. Het was open. Mijn gordijnen staan omhoog. Dus af en toe zit ik gewoon even te kijken. En het is gewoon heel mooi, jongens. Dus ik ben benieuwd wat er morgen allemaal komt. Op echt ouders dan natuurlijk 31 december. En dat was een beetje deze video, jongens. Nogmaals, kijk uit met vuurwerk. Probeer je handen en vingers te houden natuurlijk. En als alles goed gaat, is er niks mee aan de hand natuurlijk. En gelukkig nieuwjaar. De beste wensen alvast. Ook naar jullie familie natuurlijk. Voor iedereen die mij kijkt. Jullie familie ook. Beste wensen, gelukkig nieuwjaar. En ik hoop jullie ook te zien. Ja, bij een nieuwe video in het nieuwe jaar. Er komt nog 1 video om 8 uur vanavond online. En het is een van de laatste video's die ik heb opgenomen voor 2015. En daarna gaan we meer met een, nou, niet schone lijn, want ik blijf gewoon mijn video's houden. Maar nieuwe video's gewoon live met nieuw jaar in. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot in het nieuwe jaar. Of tot vanavond. Of en anders tot in het nieuwe jaar. Doei!